Wat zien we hier? Mijntarrails. Overblijfselen van de ontginning van steenkool. Steenkool dat we vroeger gebruikten voor energieproductie. Zwarte energie. Niet hernieuwbare energie waarbij CO2 vrijkomt. Dat willen we nu niet meer. Nu zijn we bezig met een energietransitie waarbij we groene, hernieuwbare energie gaan gebruiken. Zoals bijvoorbeeld water, wind en zon. Wij zijn de Universiteit van Vlaanderen. En vandaag zijn we op bezoek in Energyville bij Bart Vermang, professor industriële ingenieurswetenschappen aan de Universiteit van Hasselt. Hier doet Bart samen met zijn collega's onderzoek naar zonne-energie. Want dat is volgens hem de toekomst van onze stroomvoorziening. Maar hoe komt het dan dat nog niet al onze huizen vol liggen met zonnepanelen? Eigenlijk staan we al heel ver. Kijk gewoon rond. Er zien al heel veel zonnepanelen op huizen liggen op dit moment. Van onze totale elektriciteitsproductie is iets meer dan 1/3 hernieuwbaar. Het goede nieuws is, die 1/3 gaat verder stijgen. Het probleem is dat er nog 70% niet hernieuwbaar is en dat elektriciteit maar 20% inneemt van onze totale energievraag. Dus ook daar moeten we meer zon en wind gaan gebruiken. Hoe doen we dat bijvoorbeeld? Elektrificatie. Dat kennen we tegenwoordig allemaal. Dat betekent dat we meer elektrische wagens gaan gebruiken, meer warmtepompen thuis gaan gebruiken. Waardoor die 20% aan elektriciteit binnen ons energievraagstuk richting 50% gaat gaan naar 2050 toe. En voor al die extra groene stroom zijn zonnepanelen een goed idee. Maar waarom leggen we dan niet massaal en overal zonnepanelen? In principe kan het heel snel gaan. Sinds begin vorig jaar hebben we wereldwijd al 1 terawattpiek aan zonne-energie geïnstalleerd. Dat is evenveel als 100 moderne kerncentrales. Volgend jaar gaan we de 2 terawattpiek al passeren. Dus 200 moderne kerncentrales. Daarna elke 3 jaar een verdubbeling. Dus 4 terawattpiek, nog eens 3 jaar 8 terawattpiek en zo verder. En dat is nu ook de moeilijkheid. We moeten zodanig snel groeien als we dit gaan proberen met onze huidige technologieën, business as usual, gaat het niet gaan. Zonnepanelen zoals ze nu bestaan, daarmee kunnen we de wereld niet volleggen. En dus werken ze hier in Energyville aan nieuwe technologieën waarmee ze de zonnecellen van de toekomst kunnen maken. Hier achter mij zie je silicium zonnepanelen. De meest gebruikte zonnepanelen op de daken die we rondom ons zien. 90-95% van die panelen zijn silicium op dit moment. Zand is heel onpuur silicium dat we op hoge temperaturen brengen boven de 1000 graden Celsius om er dan uiteindelijk vrij puur silicium van te maken. Als ik dichterbij ga kijken aan de voorkant, zie ik van die verticale lijntjes. Dat zijn de voorkantcontacten gemaakt uit zilver. Dat zou wel een probleem kunnen worden. Op dit moment gebruiken we al ongeveer 10% van de wereldwijde productie aan zilver jaarlijks. Dus met de groei die we zien aankomen, zal zilver een probleem kunnen worden. Ze moeten een ander materiaal gaan zoeken of minder zilver gaan gebruiken. Maar ze zoeken in Energyville niet alleen naar alternatieven voor de grote hoeveelheid zilver die nu naar zonnepanelen gaat. Op termijn moet een zonnepaneel produceren ook minder energie kosten. Het zou vrij idioot zijn om meer energie te gebruiken dan het zonnepaneel zelf kan opbrengen tijdens de levensduur. We noemen dat de terugverdientijd, de energie-terugverdientijd. Dat is de hoeveelheid energie dat het zonnepaneel moet opwekken om de fabrikage te gaan overwinnen. Voor silicium is dat ongeveer 1 jaar. Vooral door het feit dat silicium op een hoge temperatuur gemaakt is, meer dan 1000 graden Celsius. Dunne film is een ander soort van zonne-energiemateriaal dat veel dunner is, zoals je kan zien dan de flexibiliteit hier, maar dat ook gemaakt wordt op een lagere temperatuur. Met als gevolg dat de energieterugverdientijd van dit soort van materialen veel lager is in vergelijking met silicium. Hier praten we over enkele maanden. En zonnepanelen kunnen en moeten eigenlijk ook nog veel meer zijn dan alleen een zonnepaneel. Zonnecellen in dakpannen bijvoorbeeld, dat bestaat al. Maar we zouden die zonnecellen op nog veel meer manieren kunnen integreren in bestaande toestellen of materialen. Bijvoorbeeld, we hebben landbouwgeïntegreerde zonnepanelen. Die staan op landbouwgrond, maar die zorgen er wel voor dat daaronder nog iets kan geteeld worden. Zelfs meer, ze zijn multifunctioneel. Ze kunnen gaan helpen om bewatering, belichting, verwarming van die teelt daaronder te gaan bewerkstelligen. Een ander voorbeeld van multifunctionele of geïntegreerde zonnepanelen, wagen-geïntegreerde zonnepanelen, zoals je hier eentje ziet staan. Zo'n zonnepaneel kan perfect op een elektrische wagen, de tak van een elektrische wagen, geïntegreerd worden. We willen die innovaties effectief naar de markt kunnen brengen, dat ze geproduceerd worden en kunnen gekocht worden door mensen.
liefst wel lokale productie, dus binnen België of binnen Europa. Oké, maar al die zonnepanelen moeten niet alleen goed werken, ze kosten behoorlijk wat, dus ze moeten ook wel lang meegaan. Je hebt momenteel minstens 25 jaar garantie, maar voor Bart mag dat dus gerust wat meer zijn. Alles kan kapot gaan, ook zonnepanelen. Ofwel de weersomstandigheden, hagel of andere steentjes die op een zonnepaneel vallen, zouden in principe kunnen kapot maken. Dus betrouwbaarheid is heel belangrijk. Dat onderzoeken we hier en ook de weersomstandigheden worden hier getest. Voor Bart is het duidelijk. Zonnepanelen zijn de toekomst. Want de zon schijnt elke dag opnieuw, gratis en voor niets. Dat een groot deel van onze energie binnenkort van zonnepanelen moet komen, lijkt dus heel logisch. Maar we hebben veel meer zonne-energie nodig. Op dit moment hebben we wereldwijd 1 terawatt piek. Dat gaat maal 50 tegen 2050. Dus 2050 wordt het 50 terawatt piek of 5000 moderne kerncentrales. Dus 4900 kerncentrales meer dan nu. Dat is een hele uitdaging. Maar wij verwachten dat dat perfect mogelijk is. We hopen erop. Ik hoop er zeker op, want ik ga op pensioen in 2050 en dan kan ik met een gerust gemoed vertrekken. Dikke merci om te kijken naar deze video. Bart heeft trouwens al een keertje bij ons uitgelegd hoe die zonnepanelen exact werken. Heel interessant. Kan je kijken in deze video. En voor de rest, je weet het, zeker abonneren op ons kanaal, zodat je nooit meer een video van ons mist. Salut! Er is hier veel wind. Thank you.